In een vorig filmpje hebben we gekeken naar de houding van de ruiter in stand en op de oefenbal. In dit filmpje gaan we een stapje verder. We gaan kijken naar de houding van de ruiter te paard en wel in stap. Maar voordat we naar de ruiter gaan kijken, gaan we kijken naar de bewegingen die het paard maakt. Zowel over de benen als in de wervelkolom. Want die zijn van grote invloed op de houding van de ruiter. Stap is een viertaksbeweging zonder zweefmoment. Maar de beweging van de wervelkolom is heel groot. Als we kijken naar de hals, dan zien we dat die in vrijheid een flexie-extensiebeweging maakt. Zij maakt een soort golvende beweging van boven naar beneden, waarbij het hoofd naar voren en weer een beetje naar achter bewogen wordt. Een stukje verder naar achter in het lichaam vinden we de schoft en het begin van de rug. Dat gedeelte maakt met name een rotatiebeweging en een lateroflexiebeweging. Wat wil zeggen dat het paard steeds een beetje afwisselt in de zijdelingse buiging. Nog verder naar achter vinden we het bekken. En het bekken zakt steeds een beetje naar beneden en dan weer aan de andere kant naar beneden en komt vervolgens ook weer omhoog. Dus het bekken maakt eigenlijk die beweging. En dat is wat je als ruiter ook voelt onder je zitbeenknobbels. Al deze bewegingen beïnvloeden jou als ruiter en bepalen ook hoeveel stabiliteit je nodig hebt en in hoeverre je over een bepaalde mobiliteit moet beschikken. We hebben zojuist gekeken naar de bewegingen van het paard in de stap. Nu gaan we kijken naar de bewegingen van het ruiterlichaam. Maar voordat we dat in stap gaan doen, kijken we eerst hoe dat de basishouding op het paard het beste opgebouwd kan worden. We kijken opnieuw naar de holling in de onderrug, bolling in de bovenrug en de holling in de nek. De dubbele S-vorm, zoals we dat eerder uitgelegd hebben. Kezia, jij mag de rug helemaal gaan overstrekken, de rug zo hol mogelijk maken. Dan spannen de rugspieren aan. En vervolgens ga je de buikspieren aanspannen, de rugspieren ontspannen en maak je een bolle rug. Heel goed. Oké, vanaf deze positie ga je de middenstand opzoeken. Dus tussen het holle en het bolle in, waarbij de buik en de rugspieren allebei evenveel actief zijn. Een veel voorkomend probleem is het inknikken in de heup, zoals ze dat ook wel noemen. Of een asymmetrische drukverdeling over de zitbeenknobbels. Kezia, je mag dit eventjes demonstreren door je gewicht te verplaatsen op één zitbeenknobbel. Waarbij je ziet dat de drukverdeling dus niet gelijk is in het bekken. En dat geeft daarnaast ook zijn uitwerking op de rest van de rug. Waarbij je toch echt het inknikken ziet in de taille. Op het moment dat de druk asymmetrisch verdeeld is op het bekken en op je zadel, heeft het zeker invloed op het paard. Denk aan zijwaartse gangen die links of rechtsom moeilijker te rijden zullen zijn. Maar ook bijvoorbeeld gewoon het stappen, draven of galopperen van een rechte lijn. Het is dus heel belangrijk dat die drukverdeling zowel op de linker als rechter zitbeenknobbel zo gelijk mogelijk is om het voor jou en je paard zo makkelijk mogelijk in het rijden te laten verlopen. We kijken nu naar de bewegingen van het ruiterlichaam in de stap. De meeste beweging die zit in het bekken en de lage rug. We zien dat de bewegingen vanuit de lage rug door naar boven toe vloeien. En uiteindelijk helemaal bovenin, tussen de schouderbladen, het hoofd, is er vrijwel geen beweging meer te zien. In het bekken en de lage rug zit de meeste beweging die we van het paard doorkrijgen naar de rug toe. We zien dat Kezia op een fijne manier met haar paard meebeweegt vanuit het bekken. Wat opvalt is dat haar bovenlichaam wat naar achter toe neigt. En daarnaast dat haar onderbeen iets naar voren toe komt. Oké, Kezia, kun je eens proberen om jouw bovenlichaam iets wat meer naar voren te brengen? Heel goed. Waarbij je wel de beweging vanuit het bekken blijft houden. Overdreven met je bovenlichaam naar achter toe leunen. Overdrijven we het iets wat meer dan net het geval was. En vanuit daar breng je je bovenlichaam weer naar voren toe. Het borstbeen naar voren. Dan ga je met de aandacht naar jouw onderbenen toe. En je probeert voor jouw gevoel je hielen iets meer onder je zitbeenknobbels te brengen. Onder je zwaartepunt. We kijken nu naar het bekken van achter gezien. We hebben Kezia gevraagd om iets overdreven op haar rechter zitbeenknobbel te zitten. Dat zie je nu ook, dat de beweging naar rechts groter is dan naar links. Daarnaast is ook duidelijk dat haar rechterbeugel wat lager hangt.
Ik heb Kezia gevraagd om meer bewust op haar linker zitbeenknobbel te gaan zitten. Je ziet dat het gewicht nu gelijker verdeeld is en dat het dus voor een groot gedeelte al gecorrigeerd is. Als je als ruiter aan je houding wil gaan werken, dan is de stap een hele fijne gang om te beginnen. In stap vindt er heel veel beweging plaats in de wervelkolom. Zowel in de hals, in dit gedeelte, als in de rug. Toch is het als ruiter heel goed uit te zitten, de stap. Je probeert je in eerste instantie bewust te worden van de voor-achterwaartse beweging in je onderrug en je bekken, het hol en bol worden, en de beweging naar links en naar rechts. Op het moment dat je daar bewust van bent, kun je dat gaan trainen. Door bijvoorbeeld meer te stabiliseren en het aanspannen van de spieren, of door juist een grotere beweging toe te staan en mobieler te worden. Je zult merken dat als je dat goed oefent, dat je paard uiteindelijk ook fijner zal gaan stappen.